Ik herkende het eigenlijk gewoon meteen. Het ziet eruit als een stukje hout. Ja, daar lijkt het inderdaad best wel veel op. Ja. Maar jij herkende het meteen als wat? Als botscherf. En van wat een bot? Dat weet ik zelf zo niet. Nee. Nou, gelukkig hebben we hier een expert. Nee, dat is zeker geen hout. Dat heeft Jan heel goed gezien. We kunnen zien op de manier waarop het gefossiliseerd is, als het ware versteend, in de bodem bewaard is, dat dit uit het ijstijdvak moet zijn, uit het Pleistoceen. Maar één grote, kale, droge gassteppe. En daar leefden mammoeten, steppenvicenten, reuzenherten, leeuwen en hyena's in overvloed. En ik vermoed dat dit een stuk bot is van een heel groot beest, waarschijnlijk van een mammoet. En hij heeft het vanochtend opgeraapt van de zandmotor. Hier ligt 20 miljoen kubieke meter zand dat 10 kilometer uit de kust komt. Dus eigenlijk uit dat Doggerland. En in dat zand zitten die resten van honderdduizenden jaren bewoning. Dus je moet wel een beetje een oogontwikkeling en je moet eigenlijk wat uren maken, wat kilometers. Maar er is best een grote kans dat je stukjes gaat vinden. Ja, ik heb een prachtige paleolithische kling gevonden van de Neandertaler. Dus ik denk 40.000, 50.000 jaar oud. En ineens in mijn ooghoek zag ik hem liggen. Ja, dat is gewoon geweldig. Het is gewoon een verrassing altijd weer. Ja, de Neandertaler hebt dat gemaakt. En dat is toch wel zo oud. En dan, ja, dat is wel heel erg speciaal. En wie vindt er nou een mammoet op zo'n regenachtige dag? Jij?